zou iedereen. Ben naar de kapper geweest. Is kort, hè? Vannacht is het heel kort. Wacht, ik zal me eens omdraaien. Dan zie je het. Kijk. Oeps. Oeps. Oh. Neem ik aan heel de camera mee hier. Kijk. Zo kort heb ik het nog nooit niet gehad. Maar weet je, ik had zoiets van, pff, doe maar. Gewoon kort. Want ik was van de zomer ook een keer naar de kapper geweest. En dat was een kapper waar ik al eerder was geweest. En ik had gevraagd, doe maar goed kort. Ja, ik kwam bij die kapper buiten, dat was nog zo. Ja, dat noem ik niet goed kort. Goed kort is op zijn minst boven mijn oren. Voor de warme zomer, onderweg met de camper. Het is gemakkelijk, het is rap gewassen. Maar nu, het is, ja, alleen hier is dat ook wel heel kort. Dat vind ik wel, maar voor de rest en onder mijn, achter mijn oor, ja, dat vind ik goed. Nu, het is allemaal nog zo een beetje, ja, kapperachtig, zou ik zeggen. Maar, enfin, dus bij die kapper, ik kwam er buiten, maar mijn haar, dat krolt van zichzelf. Nu is dat eruit gebrushed, maar ik heb wat krollen van mezelf. Dus is dat gewoon zo gedroogd, niet met een haardroger. En dus dat krolde en dat toonde wel korter. Maar ja, na een paar dagen, die krollen, dat zakt er zo wat uit. En dat wordt terug wel langer. Dacht van, amai, moet ik hier zoveel geld om geven? Ik krijg nog ineens niet wat ik vraag. En kijk, een kapper, het is niet goedkoop. Ik ga niet vaak naar de kapper. Maar ik wil wel wat ik vraag voor mijn geld. Ik wil wel waar voor mijn geld, zoals we dat zeggen. Waar krijgen voor je geld? Dus je betaalt iets en je krijgt, ja, iets terug wat de waarde heeft van het geld dat jij ervoor betaald heeft. Waar krijgen voor je geld? Oh, en dat was toen heel warm en dat was hier nog zo. Dus ik zat weer met speldjes achter mijn oren en van achter opsteken met zo'n klemmetjes. En ik dacht, oh god, amai, nee. Ik was er zo ambetant over. Ambetant? Ja, god, wat betekent ambetant? Ja, ambetant. Voor degenen die Frans spreken, ambetant, ja, ik voelde mij ambetant. En ja, toen zeg ik van, goed, ik kon naar een andere kapper, hier bij mijn dorp. Ik was inmiddels dus terug thuis, want een andere kapper, dat was ergens onderweg, waar ik eerder was geweest wel. Dus ik ging naar de kapper hier in het dorp en ze zei, ja, wat moet er gebeuren? Kort. Ja, ze is kort en ook kort. Zo, ik zeg, oeht, zo kort. En vanachter zei ze, met de schaar of met de tondeus? Oei, die vraag had ik niet verwacht. De tondeus, dat hoort altijd bij jongens of bij mannen, maar niet voor een vrouwenkapsel. En ik dacht, oh, ja. Zo in één keer zei van, met de tondeus, kort. En dacht, ik kan me niet schelen hoe dat ik eruit kom. Het kan me niet schelen. Oei, dat is weer Antwerps. Het kan me niet schelen. Wat eigenlijk betaalt, het maakt mij niet uit. I don't care. Het kan me niet schelen. Dat is mijn Vlaams van de straat. Het kan me niet schelen. Maar in de tussentaal, in het mooie Vlaams, is het. Het kan me niet schelen. Ja, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Dus het maakt me niet uit. Dat is Nederlands. Het kan me niet schelen. Vlaamse tussentaal. Hij dacht gewoon kort. Kort. En ja, hij wil het zo en zo. Allee, ja, zij er dan zo wat om bezig geweest. En ik zeg, ja, ik kwam thuis en ja, ik herkende mezelf niet meer in de spiegel. Ja, zullen jullie nu wel hetzelfde hebben met de video's? Je kan mij ook niet herkennen, maar ik ben nog wel dezelfde persoon. En ja, hier zo. Echt, hier is dat echt zo heel kort gedaan zo. Dus maar dan komen mijn oorbellen wel schoon tot hun recht. En ja, het is zo'n beetje. Mijn grijs is ook weg. Ik heb mijn grijs laten wegwerken. Ja. Het is wennen. Wennen. To get used to it. Wennen. Ik moet eraan wennen.
I have to get used to it. Ik moet eraan wennen. Ja, ja vanmorgen, allee ja, dat was dan gisteren dat ik bij de kapper was. En van de morgen, ik stond op en ik kijk in de spiegel. Van, huh? Ben ik dat? Oh, amai. Dus, maar, weet je, maar, ik heb een vraagje voor jullie, voor mijn trouwe abonnees. Wat vinden jullie van mijn kapsel? Eerlijk zijn, hè? Eerlijk zijn. Niet zeggen van, oh, dat is mooi, terwijl het dan niet zo is. Zeg wat je er zelf van vindt. Ja, ik ben eigenlijk wel eens nieuwsgierig wat jullie ervan vinden en wat dat jullie gaan antwoorden. Dus wat vinden jullie van mijn kapsel? Zet het in de comments hieronder. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende!